Voor de creatieve vorming van het kind heeft de organisatie Creative Kids Suriname een educatief filmpje uitgebracht. In het kader hiervan spraken wij Latoya Baar van de organisatie. Meteen na het interview met Baar volgt het edutainment filmpje, een mix van educatie en entertainment. Creative Kids Suriname is een creatieve onderneming die vorig jaar gestart is met Edufon. En dat is dus een kort educatief filmpje van 8 minuten. Hoi iedereen, blij dat jullie kijken naar Edufon van Creative Kids Suriname. Creative Kids Suriname houdt zich voornamelijk bezig met de creatieve vaardigheden van het Surinaamse kind. Door middel van sport en spel, handenarbeid, zang, proberen we hun creativiteit te prikkelen en basisvaardigheden bij te brengen. Creative Kids Suriname is begonnen met Edufon, omdat we via korte, educatieve, maar bovenal leuke, sportieve filmpjes de kinderen hun creativiteit willen prikkelen en ze vaardigheden willen bijbrengen. Een krulstaart, een halve ovaal voor het hoofd en 2 oortjes. Het filmpje is bestemd voor het Surinaamse kind, maar we weten allemaal, de ouders en de onderwijzers, die mogen ook ernaar kijken, want hun proberen we ook te stimuleren om onze kinderen, het Surinaamse kind, door middel van spel hun educatie te prikkelen. Daarna plakken we het hoofdje, daarna de 2 armen en daarna de mond. Door middel van Edufon hebben we 3 items en wel craft, handenarbeid, waarbij ze heel kort aangegeven worden hoe ze zo'n craft oefening kunnen doen. We hebben een sportassistent en die sportassistent in spelverband legt ze leuk uit hoe je met verschillende items een leuk spelletje kan doen. En dat kan je natuurlijk thuis doen, maar je kan het ook op school doen en op feestjes. Want Creative Kids Suriname is ook op feestjes en als je ons wil hebben op je feestje om je feestje educatief, maar toch heel erg gezellig te houden, dan zijn we er ook. Nou, we weten allemaal, tegenwoordig gaat alles via social media heel snel. En dus hebben we ervoor gekozen om een 8 minuten educatief filmpje te maken, zodat de kinderen op YouTube kunnen gaan, op Instagram, op Facebook, om dit te bekijken. Nou, iedereen daar thuis, mama, papa's, alle onderwijskundigen en natuurlijk de Surinaamse kinderen, zorg ervoor dat jij Edufon gaat opzoeken op Facebook, op onze YouTube-channel en Instagram. Kijk ernaar, like het, het is speciaal voor jou gemaakt. Zorg ervoor dat je geniet ervan, deel het met je vriendjes en je vriendinnetjes. En we kijken er naar uit, hè. Het is maar 8 minuutjes. Het enige wat je moet doen is mama even vragen om te kijken naar Edufon van Creative Kids Suriname. Hoi iedereen, welkom bij de eerste aflevering van Edufon van Creative Kids Suriname. Creative Kids Suriname is een onderneming die zich bezighoudt met de creatieve vorming van het Surinaamse kind. Door middel van sport en spel, handenarbeid, zang en dans proberen we hun creativiteit te prikkelen en basisvaardigheden bij te brengen. Met de introductie van Edufon richten we ons op het vergroten van de bereikbaarheid van onze doelgroep, het Surinaamse kind. Middels Edufon willen we korte, educatieve, sportieve, maar bovenal leuke infomercials uitzenden. Met ons jong en dynamisch team hopen we niet alleen het Surinaamse kind, maar ook de opvoeders en onderwijzers te bereiken. Welkom bij Edufon van Creative Kids Suriname. Thank you.
allemaal. Wat leuk dat je kijkt naar Creative Kids Suriname, Edufun. Weten jullie wat dit is? Handboetjes van papier. En wat gaan we ermee doen? Afdoen. Goed zo. 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Heb je dan geen hoedje meer? Maak er één van bordpapier. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. We hopen dat je het leuk hebt gevonden. Volg ons op Creative Kids Suriname. Daag! Hoi iedereen, blij dat jullie kijken naar Edufun van Creative Kids Suriname. Vandaag maken we een boekenlegger met onze creatieve wijsneusjes. Wat hebben we allemaal nodig? Karton, bruin, crème, schaar, lijm, oogjes en een zwarte stif. Vandaag maken we een boekenlegger in de vorm van een aap. Uit bruidkarton knippen we een cirkel, twee reepjes voor de armen, een krulstaart, een halve ovaal voor het hoofd en twee oortjes. En uit crèmekarton knippen we een ei-vorm en twee handjes. Eerst vouwen we de cirkel, daarna plakken we het hoofdje, daarna de twee armen. En daarna de mond. Daarna plakken wij zijn staart, zijn twee oortjes en zijn twee handjes. Nu plakken we de oogjes en nu tekenen we de neus. Heel goed gedaan! Jullie kunnen het thuis ook maken. Wees uiterst voorzichtig als je bezig bent met de schaar. Dit was Edufun van Creative Kids Suriname. Dag! Fijn dat jullie kijken naar Edufun van Creative Kids Suriname. Weten jullie wat dit is? Weet jij wat dit is? Jawel, het zijn stelten. Dat klopt, het zijn stelten. En wat doen we met stelten? We lopen. We lopen op stelten met stijve benen en maken grote, langzame passen. Ik loop op groene stelten. Ik loop op gele stelten. Ik heb rode. Weet je dat acrobaten op stelten lopen? Als je loopt op stelten, zorg ervoor dat je voorzichtig bent. Laat stunten voor de acrobaten. Dit was Edufun van Creative Kids Suriname. Dag! Ouders, als ouder heeft u continu een voorbeeldfunctie voor uw kind. Alles wat u doet, wordt geobserveerd en geïmiteerd. Wees u daarvan bewust en bent u een goed voorbeeld. Als u het goede voorbeeld geeft, zal het voor uw kleintje heel gewoon zijn om dat voorbeeld op te volgen. U mag niets op straat gooien, dat hoort in de prullenbak. Lieve kinderen, wat doe jij met jouw gebruikte broodzak? In de vuilnis dan, hè? Ik gebruik geen broodzak. Ik gebruik een broodtrommel. Gebruik jij ook een broodtrommel met bijpassende drinkfles? Die kan je morgen weer gebruiken. Handig toch? Hallo allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar Creative Kids Suriname Edufun. Schoon Suriname, o land van mijn dromen, statig bespoeld door de ruisende zee. Trots zijn uw stromen en heerlijk uw bomen, fris waait.
zijn mijn dierbaar land vol schoonheid overal. Land, wil u mijn hart verbanden en u trouw zijn van deze aflevering van Edifun van Creative Kids Suriname. Ik ben Siva Seder. Een kind van hout. Ik ben Chloe Lappa. Ik ben Saisha Posereggio. Voor meer informatie bezoek onze Facebookpage, Instagram, website en YouTube channel. Voor je vrij om dit te delen. Dankjewel, Jojo.